Groesbeek neemt afscheid van een dorpsicoon. Afgelopen vrijdag overlijdt Wim het Olliepitje op 88-jarige leeftijd. Wim Sillessen, ook wel Wim het Olliepitje genoemd, was voor velen een bekend gezicht in Groesbeek. Afgelopen vrijdag is hij na een kort ziektebed overleden. Een man die het platte Groesbeek in stand hield en zeer actief was voor de carnaval in het dorp. Hij wordt dan ook herinnerd als een bijzondere man. Nou, ik heb nooit zoiets meegemaakt. Dus zie eens maar, ja, je hebt een minuut geneugd om je horen staken meis te praten hier. Ik heb mijn leven lang niks anders gedaan. Wim stond bekend als een buutredner in Groesbeek. Wim was iemand die vocht echt voor de Groesbeekse taal heel erg. Die deed heel veel in dialect. Als Wim optrad, was het altijd in het Groesbeekse dialect. Wim was in ieder geval in Groesbeek een bijzonder karakteristiek figuur. En als er iemand het goed, het platte Groesbeeks kon, dan was Wim het Olliepitje daar wel. Wim vormde vroeger een heel illuster duo samen met Jan van Suur. Dat was ook een bekende Groesbeker. En toen heette hun de Zwamneuzen. Ja, ik heb hem maar gezien, maar daarom ken ik hem nog niet. Ja, wat Jan van Frans, die is al maar even secretaris in Groesbeek geweest. En ik ken hem nog niet. Hij deed allemaal gekke dingen in Groesbeek. Een bokswedstrijd was er in één keer midden in Groesbeek. Wim was ook zeker een inspiratiebron. Janje van Suur en dat was gewoon een super duo. Die heb ik voor het eerst gezien bij een voetbalvereniging, bij Germania. Met een carnavalsavond. En toen dacht ik, dat vind ik zo leuk. Misschien dat ik dat zelf ook een keer later wil gaan doen. Het is een groot verlies. Hij deed al een paar jaar niet meer. De jaren gingen tellen, maar zijn verhalen blijven over. En er zijn een paar albums uitgekomen. Ik zeg wat gratis van Nimwegen was Wim het Olliepitje van Groesbeek. De bekerfinale is nog ver weg, maar NEC-fanaat Bas Bakhuis is er al over uit. NEC verloor hiervoor 4 finales, maar dit jaar zal het volgens hem lukken om te winnen. Daar is hij zo zeker van dat hij de winst vandaag alvast op zijn lichaam liet vereeuwigen. Bakhuis gaat een 25 centimeter grote Romein met de KNVB-beker op zijn schouderblad laten zetten. Bij de laatste 2 verloren finales was hij zelf ook aanwezig. In 94 ben ik geweest, 2000. Ja, mooie herinneringen. Alleen jammer dat ze verloren hebben. Maar ik zeg, 3 keer een scheepsrecht. Dus deze keer dan moeten ze hem gewoon pakken. En met de offer aan de goden nou, dan moet het helemaal goed komen. Vol optimisme en vertrouwen hoopt hij op 21 april wederom in de Kuip te zitten. Ik ga er zeker zelf heen, als ik het kaartje tenminste krijg. Maar daar ga ik wel vanuit. Maar anders moet NEC dat maar regelen. Ik heb er wel heel veel vertrouwen in, ja. Goede spelers. Goede supporters. En het wordt gewoon een keer tijd. Ja, NEC is gewoon de mooiste club van Nederland. En dan mag je spelen in een van de mooiste stadions van Nederland. En het moet gewoon een mooie dag worden. We moeten hem nou eindelijk een keertje pakken. En 83 jaar geleden hebben we ook de beker gepakt. Maar dat was een zilveren beker. En dat was ook in Rotterdam. Dus het is nou wel tijd dat we hem nou gewoon een keertje pakken. Hij wil absoluut niet nadenken over een verliespartij in de finale. En vanwege ondermaatse prestaties in Arnhem en Amsterdam is een ideaal scenario voor Bakhuis dichtbij. Ja, maar dan zie je beren op straat, hè. Die gaan we niet verliezen. Dat zei ik net al. We gaan boven Ajax eindigen, Vitesse vliegt eruit en wij pakken de beker. Dat is gewoon hoe het gaat gebeuren ook. Ja, nou gaat Nijmegen een keertje winnen. Ja. Ben je benieuwd naar de tatoeage van Bas? Hou dan vanavond onze sociale media in de gaten. Het InScience Filmfestival is vandaag weer van start gegaan in Nijmegen. Het internationale filmfestival biedt een podium voor de beste wetenschapsfilms van het jaar. Naast de reguliere wetenschapsfilms die worden getoond, staat dit jaar het thema taal centraal. Het filmfestival biedt daarom een extra programma rondom taal.
We zijn heel druk in de weer geweest met vragen als hoe leren kinderen taal, hoe werkt meertaligheid, hoe kan het dat we meerdere talen spreken, maar ook wat is filmtaal natuurlijk. We hebben heel bijzondere gasten die uit Amerika overkomen. Dat zijn Jesse en David Peterson. En die maken neptalen voor films. Die hebben onder andere voor Dune Part 2, die nu in de bioscoop draait, hebben zij de neptalen gemaakt. Er zitten heel veel mooie verhalen in wetenschap. En ik denk vaak als we het over wetenschap hebben, dan gaat het over feiten, over cijfers, over onderzoeken. En dat voelt voor veel mensen als een heel ver van hun bedshow. Maar eigenlijk zit de wetenschap ook vol mooie verhalen. En ik denk dat ons festival heel erg draait om hoe kunnen we die verhalen ook naar mensen brengen. En dan kun je een artikel vol cijfers lezen, maar je kunt ook met z'n allen in de bioscoop zitten en een meegetrokken worden in het verhaal. En daar komen dan ook emoties bij kijken. Dan denk je ook, wat doet het eigenlijk met me? Wat vind ik hier eigenlijk van? En dat levert ook hele mooie gesprekken op. Tijdens het In Science Film Festival worden ook verschillende prijzen uitgereikt. Zondag worden de winnaars van de NTR Audience Award, Short Science Stories Award en de International Grand Jury Award bekendgemaakt. Ook reikt In Science de Klokhuiswetenschapsprijs uit. De maand maart is de internationale darmkankermaand. Ter gelegenheid hiervan staat er in het CWZ een levensechte opblaasbare darm waar je doorheen kunt lopen, zodat je met je eigen ogen kunt zien hoe darmpoliepen en andere afwijkingen eruit zien. We stappen hier eigenlijk binnen bij een reusachtige darm. Vertel, waarom is dat nou belangrijk dat het hier staat? In maart is het darmkankermaand en vragen we landelijk gezien aandacht voor darmkanker. Hey, en als we dan hier eens eventjes doorheen lopen, wat valt er hier dan allemaal te zien? Nou, dit is normaal darmslijmvlies. Mooi roze, erg goed doorbloed. Hier zie je darmkanker. Ja. En daarin zie je dat het echt op de wand zit. En darmkanker groeit heel hobbelig en mobbelig. Is vaak heel rood van kleur en bloedt gemakkelijk. En welke signalen kunnen mensen nou herkennen dat ze geen stadium van darmkanker hebben? Ja. Polypen merk je aan bijna niets, maar darmkanker kun je wel merken aan je lijf. Mensen kunnen veranderingen hebben in het ontlastingspatroon, kunnen bloed of slijm bij de ontlasting verliezen, kunnen onbedoeld gewicht verliezen. Ook het hebben van loze aandrang, dus dat je denkt naar de toiletten moeten voor ontlasting, maar daar komt geen ontlasting. Ook vermoeidheid door bloedarmoede zou een signaal voor darmkanker kunnen zijn. Dus best wel wat signalen. Ja. Maar is er dan ook iets wat ze meteen kunnen doen? Nee, het enige wat je kan doen is het goed in de gaten houden. Mm-hmm. Dus kijken na het hebben van ontlasting, even achterom naar je ontlasting. Hoe ziet dat eruit? Ja. Voor de patiënten die 55 jaar tot 75 jaar zijn, is meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Want dat maakt dat je in een vroeg stadium polypen of darmkanker kunt vinden. De opblaasbare darm staat er nog tot en met deze donderdag. Leerlingen van basisschool Stap voor Stap en Elst zijn de afgelopen weken bezig geweest met een ondernemende activiteit. Deze activiteit is onderdeel van een speciaal Quest-programma voor leerlingen die een extra uitdaging willen. Vandaag stond er een warme lekkernij op het menu. We hebben een speciale klas voor kinderen om extra te uit te dagen, extra in te zetten op vaardigheden. Eigenlijk daaruit is het bedacht. De leerlingen hebben de opdracht gekregen om een pannenkoekenrestaurant te maken en te kijken bij wat alles daarbij komt kijken. Van logoontwerp tot de schoonmaak bij een restaurant. En wij doen eigenlijk elke periode één thema. De eerste dit jaar was bijvoorbeeld een museum vormgeven. Voordeel van iets groots pakken is dat er ook heel veel taken te verdelen zijn en daardoor de hele school erbij betrokken kan worden. En de pannenkoeken zijn echt uit de leerlingen zelf gekomen. Dat had wel de voorkeur, ja. De leerlingen van het Quest-programma van basisschool Stap op Stap hebben elk een andere functie binnen het pannenkoekenrestaurant. Zij vertellen over hun taken en ervaringen. Pannenkoeken maken en drinken, serveren. Ik doe nu serveren, maar daarna ga ik waarschijnlijk de pannenkoeken beleggen. Echt geweldig. Het is echt heel leuk om te doen. Ik hoop dat we nog vaker van dit soort dingen met school kunnen gaan doen. Dat vind ik gewoon heel leuk. Want voor mij is het echt wel nog een extra uitdaging. Wij zijn garderobe en dan moeten we jassen nemen. En dan krijgen ze een nummertje. En dan kunnen ze gewoon naar de tafel toe lopen. Heel erg leuk, want je mag veel doen. En je mag ook alles een beetje begeleiden. Ik mag de pannenkoeken bedekken en ze mooi maken en dan aan de serveersters geven. Ja, het is wel leuk, want je praat ook met andere mensen die je misschien niet kent.
wij zitten achter de kassa. Hij rekent alle sommen uit. En dan kun je misschien aan het einde ook soms zelf een pannenkoek eten. Pannenkoeken eten lieten ze over aan hun gasten. Maar ze hadden zelf wel een favoriet onder de pannenkoeken. Kaas. Pannenkoek. Met appel. Ik denk de stroopwafel karamel. Ik vind karamel erg lekker omdat het gewoon zoet is. En stroopwafel omdat er ook karamel in zit. Ook was er vooraf nog een speciale kleurwedstrijd voor de leerlingen om aan deel te nemen. De juf zei dat we hier alle kleurplaten zouden ophangen. Want eigenlijk hebben we gedaan met die kleurplaten. Kon je eigenlijk doen, dan hebben we een hele slinger gemaakt. En die kleurplaten zijn dan helemaal sierlijk. En dan kunnen we eigenlijk, weten alle mensen dat hier een pannenkoekenrestaurant is. De prijs was dat je hier een gratis pannenkoek mocht eten. Over het zuiden van het land trekt er momenteel een regengebied over dat in de loop van de avond onze regio schampt. Het kan dus even een beetje gaan regenen, maar veel zal het niet zijn. Ook morgen kan de dag met een enkele bui starten, maar verder wordt het een prima voorjaarsdag met af en toe een beetje zon en een temperatuur van 14 à 15 graden. Donderdag wordt het nog iets warmer, met zelfs 17 graden. De zon komt er regelmatig aan te pas en de dag zal in grote lijnen droog verlopen. De dagen erna blijft het nog zacht lenteweer, met af en toe een bui, maar ook zeker voldoende zonnige momenten. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 12 maart. Kijk voor het laatste nieuws op rn7.nl. Morgen zijn we weer bij je terug. En dan zie je onder meer hoe verschillende scholen in de regio de textielrace aftrappen. In strijd voor minder kledingverspilling. Graag tot dan!